Nou, de ene laatste thuiswedstrijd tegen Ajax, Peter, winnen we in de laatste minuten door een mooie penalty van Kenneth Anicora. Ja. Die is wel even lekker, denk ik, of niet? Ja, pak van ons had. Ja, ik denk ook meer dan verdiend, maar ja, het moet uiteindelijk wel gebeuren. Ik moet zeggen, ondanks het veldoverwicht hebben we niet heel veel uitgespeelde kansen gehad. Een paar keer dat we wel doorkomen, schietkansen vanaf de 16. Maar ja, niet heel veel echt uitgespeelde kansen. Dus ja, ik kwam denk redelijk zware penalty. Bedoel, je kunt hem geven, want ik zie wel een handje volgens mij op zijn schouder. Maar ja, lekker voor ons. Ja, het lijkt een beetje op vorige week qua spelbeeld dat een ploeg die heel veel inzakt en het ontslaat voetballen, maar toch ook moeilijk om dan echt tot kansen te komen. Hoe gaat dat? Ja, nou ja, in de eerste helft hebben we natuurlijk vanuit de omschakeling, hè, dat zei je balverlies met Benjamin, een aantal kansen gecreëerd. Maar vanuit de omschakeling, hè, ondanks dat zij inzakt en klein maakte, wij veelvuldig aan de bal waren. En in de tweede helft hebben we het echt allemaal zelf moeten doen. Dus ik denk dat we 70% in balbezit zijn geweest. Ja, dan moet je in die kleine ruimtes het doen met elkaar. Nou, wij spelen natuurlijk met veel vanuit de as, zeg maar. Ik vond ons ook wel wat te gehaast, met veel risico nemen in die laatste bal naar de 16 meter toe. Te graag de beslissende bal willen geven, waarin je misschien wat langer moet wachten, wat langer moet zoeken naar het moment dat ze net even een halve seconde niet opletten, waarin het momentje wel valt. Ja, daar hadden we moeite mee. Ja. Nou, we hebben nu nog drie wedstrijden te gaan, hè? Woensdag naar Staphorst. Er is nog genoeg om lekker voor te voetballen, zou ik zo zeggen. Ja, nee, er zit veel strijd in het elftal. Veel goed voetbal in het elftal. Kijken. Woensdag op gewoon gras. Die verliezen niet veel thuis. Staphorst, een hele andere wedstrijd weer. Wordt er misschien toch ook weer wat anders gevraagd. Maar ik denk dat er genoeg is om te spelen. Ja, uiteindelijk gaat het om plek 4. Derde periode. Dus ik weet de uitslagen niet. In de rust was het gunstig. We staan er dichtbij. We zijn er dichtbij. Ja, nee, het is gunstig. Lisse nog geen kampioen. Barendrecht verloren. Dus je staat nu vierde. Dus op zich houden zo, zou ik zeggen. Ja, nou ja. Waar kan ik tekenen, zou ik bijna zeggen. Maar ja, het is nog 3 wedstrijden. En je ziet dat iedereen lastig kan maken, zeg maar. Dat is eigenlijk de hele competitie al zo. Er zijn een paar ploegen onderin die het lastig hebben. Maar dan heb je een hele grote middengroep. Zelfs tot aan Lisse. Maar Lisse heeft het ook tegen iedereen lastig. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zo dat ze allemaal makkelijk winnen. Dus wij nog Staphorst, Barendrecht en dan Sportlust. Nou ja, dat zijn ook niet de makkelijkste. Ja, dus we nemen niet weg dat we het allemaal in eigen hand hebben. En een goede vorm verkeren. Dus fit, fris, ook sterk. We hebben ook nog wel wat om te wisselen. Dus ingrediënten om het vol te houden. Nou, mooie voetbalweek te gaan hopelijk. En dan gaan we woensdag DVS TV is erbij weer live. Dus de mensen kunnen kiezen tussen Feyenoord of DVS. Ik zou het al weten. Ik wist het wel. Als je van voetbal houdt, dan ga je lekker naar Staphorst toe. Zeker. Nou, goed weekend en tot woensdag.